zijn nog even een taakje. Ik wel nieuwsgierig naar ben. De vee. Hoe heet je vee? Ik ben vee Luna. Dankjewel vee. En dan nu de trol. Ik ben kabouter Job. Kabouter. Goed. Nou, waar ik nieuwsgierig naar ben, is wat doet zo'n vee nou voor het bos? Wij vee zorgen voor de seizoensverandering in het bos. Zo verven wij de blaadjes van de bomen en de bloemetjes en de plantjes. Ja, dan zou denk iedereen een taakje te hebben. Goed, Job, kabouter, vertel eens, wat doe jij voor het bos? Wij kabouters zorgen ervoor dat het bos netjes blijft opgeruimd. Zo zorg ik er zelf bijvoorbeeld voor dat alle afgevallen blaadjes netjes worden opgeruimd. Ja. Zodat de verschillende plantjes. Ik zou zeggen, daar heb ik tegenwoordig een bladblazer voor natuurlijk. Dus. Dankjewel, Job. Goed, Luna. En deze taakjes die we inmiddels op een heel andere manier hebben opgelost in dit bos. Wat doe je eigenlijk zo met al die vrije tijd die je tot je beschikking hebt? Vertel eens. Waar is dit doosje? Bekerbouters zijn heel belangrijk. Al lijken mensen dat soms te zijn vergeten. We zorgen ervoor dat de vijvers schoon blijven van het kroos. Dat de eikeltjes worden opgeruimd. Dat de eekhoorntjes worden gevoerd. Dat de kastanjes worden opgeraapt. Oh, en daar maken wij dan weer bruine verf van. Oké, prima. Jullie ook een taakje? Wat hadden we afgesproken? Niet met het publiek. Dit was de afspraak. Goed, dames en heren. Ik geloof dat er niet heel aan de afspraak wordt gehouden. We ronden het af. Luna, doe jij nog even je dansje die je speciaal hebt ingestudeerd voor vanmiddag. Voor onze donateurs. Dat is je doosje. Nou, doe je best. Ik doe geen dansjes. Maak dromen waar. Wilt u nog even vliegen? Ja, dat is een sterretje. Denk aan een leuke dingen. Nee, Mort is maar zand. Denk aan iets leuks. Luna. Vlieg. We hadden een afspraak. Dit zijn onze denk donateurs. Denk aan iets leuks. Deze mensen betalen. Maar denk aan iets leuks. Ja, Luna, doe je dansje. Luna. Vlieg. Denk aan iets leuks. Doe je dansje. Vlieg. Vlieg. Oké. Okay. Nou, dames en heren, ik heb het gevoel dat de stikstof werkt niet, hè? Zoals u denk aan iets leuks. Oké, Luna, Job, prima. Denk aan iets leuks. Beste mensen, er staan nog heel erg veel andere mensen te wachten. Wilt u dan misschien ook willen genieten van deze laatste? Gelooft u nog in mij? Ja, denk aan iets leuks. Gelooft u nog in mij? We moeten weer volgen. Luna, gelooft u Luna, gelooft u nog niet? Niet bij het publiek, maak de mensen niet leuks. Bang. Gelooft u nog in mij? Denk aan iets leuks. Ja, dankjewel hoor. Gelooft u nog in mij? Dankjewel, dankjewel. De expositie is afgelopen. Gelooft u nog in mij? Ja. Moet je maar naar buiten. Denk aan iets leuks. Buiten nog even van de natuur. Nee, ik heb helemaal rustig.